Bij Hongarije denken we al gauw aan de poesten, maar uiteraard heeft het land veel meer te bieden en met name voor vlinderliefhebbers is het een interessant land. We verbleven op Farm Latour bij Rob de Jong, direct naast het Buc National Park. Ook brachten we een tweedaags bezoek aan het Achterlek gebergte op de grens met Slowakije. Het is er heerlijk landelijk, met ringmussen onder de dakpannen. Ze hebben een riant onderkomen met een ruim voorportaal. Tot de geneugten van de tuin hoort ook een kleine vijver, waar bijen van de naburige imker hun dorst lessen. Geregeld raakt er een te water. Sommigen kunnen zichzelf redden. De kleine rode weekschildkever of soldaatje is circa 1 centimeter lang en komt in veel varianten voor. Ze worden opvallend vaak parend aangetroffen, vooral op schermbloemigen. De felle rode kleur geeft meestal aan dat ze oneetbaar zijn, maar soms is dat puur bluf. Pyjama-wansen komen ook bij ons voor, maar in Zuid-Europa zijn het er veel meer. Dikkopjes zijn als familie meestal eenvoudig te herkennen. Ze hebben een erg lange roltong die ze als een lasso uitwerpen in een bloemkelk. Wel moeten ze secuur mikken om bij de drank te geraken. Jasses, ga weg eng beest! Grote opwinding. Plotseling ligt er een esculaapslang onder onze tafel, maar er is een kenner in ons gezelschap. De slang kan tot 2 meter lang worden, maar is voor ons niet gevaarlijk, wel voor vogels en kleine zoogdieren die hij eerst wurgt alvorens ze op te eten. Die wordt groot. Kijk, daar komt hij. Het Nationaal Park Buc ligt op de zuidflank van de Karpaten. De meest voorkomende boom is er de beuk, vandaar de naam Buc, het Hongaarse woord voor beuk. Er moeten heel veel soorten vlinders zijn te vinden. De latere zwever hoort zeker tot de vlinders die voor ons heel bijzonder zijn. Je moet ervoor naar Oost-Europa en verder. Er zit een mooie glans op de vleugels. Vaak wordt dit veroorzaakt door de structuur van de vleugels en niet door pigment. Bij de weidebeekjuffer zou dat ook wel eens zo kunnen zijn. Weidebeekjuffers verlangen zuurstofrijke stroompjes in hun leefmilieu. Het mannetje verdedigt er zijn territorium door met zijn vleugels te flitsen. Ook in Hongarije heeft de intensivering van de landbouw toegeslagen. Hier heeft het de kleur geel. Daar zijn wij, West-Europeanen, best wel van gecharmeerd, maar voor de natuur heeft het ook nadelen. Uiteraard brachten we een bezoek aan de poesta. Het is van oorsprong een graslandschap met een hoog grondwaterpeil dat nu voornamelijk ontgonnen is ten behoeve van de akkerbouw. Een klein deel is beschermd als natuurreservaat.
Het belangrijkste daarvan is de ortobakki. Pusta is een Slavisch woord en betekent leegte. Er waren veel oostelijke vuurvlinders te vinden. Ze komen vooral voor in droge, bloemrijke graslanden en op rommelige veldjes. Dit is het mannetje en dit het vrouwtje. Zij heeft zwarte stippen op haar vleugels. Overal bloeit heerlijk geurend walstro, maar vlinders zijn er niet van gecharmeerd. Kruidvlier daarentegen is buitengewoon in trek bij vlinders en andere insecten. In Nederland is het ondertussen een zeer zeldzame plant, maar in Oost-Europa groeit het volop. De gouden tor is een bladsprietkever. Ze laten zich alleen zien als de zon schijnt. Dan zien ze er natuurlijk ook het mooiste uit met hun fonkelende kleuren. Als ze gaan vliegen, houden ze hun dekschilden op hun plaats. Ze frommelen hun vleugels eronder uit. Die gladde dekschilden zijn soms toch wel lastig. Vegea-vlinders komen er heel veel voor. Vermoedelijk zal dat voorlopig ook zo blijven. De keizersmantel is niet moeilijk te herkennen. De mannetjes hebben een paar rechte zwarte strepen op de bovenvleugels. Dat zijn geurstrepen die feromonen bevatten waarmee ze vrouwtjes lokken. Dit is het vrouwtje. Zij heeft die strepen niet, maar wel grote stippen. In grote delen van Europa zijn ze niet zeldzaam, wel bij ons, alhoewel ze de laatste jaren steeds vaker worden gesignaleerd. Ze moeten veel drinken en daarvoor gaan ze graag naar distels, maar een portie heerlijke kruidvliernectar gaat er ook goed in. Een paardje keizersmantels is na een dartelvlucht neergestreken in de berm van de weg. Het mannetje doet verwoede pogingen om haar te benaderen, maar ze heeft geen zin. Ach, vent, ga toch weg met je kapotte vleugel. Misschien is hij niet sexy genoeg. Ten slotte kruipt ze onder een blad. Het mannetje staat min of meer te stampvoeten van woede, maar vliegt dan toch maar weg. Hoeveel kan een vlinder missen van zijn vleugels om in zijn veelal korte leventje zijn ultieme doel te bereiken? Veel vlinders zijn gehavend, zoals op dit plekje waar talloze dambordjes rondvliegen. Misschien zijn ze al enigszins op leeftijd. Veel vlindersoorten hebben misleidende ogen op de vleugels die vijanden moeten afleiden van de vitale delen. Koevinkjes bijvoorbeeld zijn gezegend met prachtige sprekende ogen. Bij sommige soorten sprinkhanen zit het gehoor bij de elleboog van de voorste poot, dus ongeveer hier. Omdat tijdens het lopen de poten in beweging zijn en de positie van de gehoororganen ten opzichte van elkaar steeds verandert, hebben ze geen stereo-ontvangst. Ze zijn wel buitengewoon goed gecamoufleerd. Deze sprinkhaan zat te smikkelen van mijn rugzak. Mijn broek heeft hij ook onder handen genomen.
Achterlek, nabij de Slovaakse grens, hebben de mussen veel praats. In de middag hoor je ze meer dan de mensen of het verkeer. De koningspage is erg gemakkelijk te herkennen. Bij ons is hij slechts 50 maal waargenomen. Ook voor hem moet je meer in het zuiden zijn. Dagvlinders hebben antennes die in knopjes eindigen. Maar waar heeft de koningspage zijn knopjes gelaten? Het lijken meer veertjes zoals nachtvlinders hebben. Zijn koninklijke staart is van mooie blauwe vlekken voorzien. Drinkgezelschapjes bestaan in de regel uit vlinders, maar ook wel uit andere insecten. Vlinders vallen natuurlijk meer op. Op vochtige plekken zuigen ze vloeistof op waarin mineralen zijn opgelost. Daar is het ze om te doen. Het vocht wordt weer afgescheiden. Wie goed kijkt, kan het ook hier op bescheiden wijze zien. Het zijn voornamelijk de mannetjes die drinken. Via het sperma geven ze de mineralen door aan de vrouwtjes. Het komt de kwaliteit van de eitjes ten goede. Als er ergens een gezelschap bezig is, trekt dat ook weer andere vlinders aan. Toch zijn het heel vaak overwegend heideblauwtjes met wat andere blauwtjes, zoals hier het oostelijk staartblauwtje. Hier is het gezelschap wel erg gemengd. Er zijn ook andere insecten aanwezig. Zelfs de hoofdrolspeler, de kleine weerschijnvlinder, die overigens allesbehalve klein is, is hier in twee gedaantes aanwezig. Links met oranje op de vleugel, rechts zonder. Toch zijn het dezelfde vlinders, maar ze hebben verschillende jurkjes aan. Alleen de mannetjes hebben de paarse weerschijn. Wij zien de weerschijnvlinders graag, maar in vlinderkringen schijnen andere opvattingen te heersen. Ze komen niet in Nederland voor. Ze zijn aan te treffen in beboste rivierdalen en open plekken in loofbossen. Op onze laatste middag bezoeken we een wat droger gebied. Daar vliegt de bruine vuurvlinder. Tot onze verrassing ontdekken we een oostelijke smaragdhagedis. Het is een prachtig afscheidscadeautje van de Hongaarse natuur.